Mediawijsheid is voor jongeren, zowel sociaal als economisch. Dat we ook zeker niet moeten onderschatten hoe moeilijk het is om dat op een goede manier in het onderwijs ingebed te krijgen. Mijn ambitie is natuurlijk op korte termijn zoveel mogelijk met docenten die stappen zetten die belangrijk zijn, zonder dat ik hen te veel voorschrijf of vertel hoe het moet, maar dat ze het vooral zelf ontwikkelen. Want daardoor worden ze zelf krachtiger en ben ik steeds minder nodig. Het heeft nog heel weinig aandacht in al het onderwijs. En het zou net als Nederlands en Engels en rekenen een vast onderdeel moeten worden. Niet als apart vak, maar wel geïntegreerd in het hele curriculum. Ik vond het een hele krachtige reden. Het laat ook heel duidelijk zien dat het Proctoraat Mediawijsheid een doorstart is op waar wij mee bezig zijn geweest. Nu is het accent dusdanig verlegd dat het eigenlijk puur ingaat op mediawijsheid en hoe we docenten mediawijzer kunnen maken en daarmee op een goede manier kunnen voorbereiden op een toekomst in het beroepsonderwijs. Het raakt iedereen, dat merkte je ook aan de reacties na de hand. Het raakt ook aan burgerschap en ik vond het heel knap van Paulo dat hij dat toch heel aangenaam en toegankelijk en verdiept wist te presenteren. Wat we vooral willen is een kwaliteitsslag maken. Je wilt robuust zijn, je wilt goede kwaliteit leveren. Dat geldt voor lesbrieven, lesmateriaal. Dat geldt ook voor de professionalisering van de docenten. Je wilt ook verduurzamen. Dat het op de goede manier wordt verankerd in de organisatie. Daar krijgt het de goede plek, dan krijgt het ook de goede aandacht.